Fred kan niet slapen. Fred speelt de hele dag in het bos. Voor een hert is hij heel handig. Hij luistert naar de merels die ruzie maken. Wat nou? Wat nou? Wat nou? Wat nou? Wat nou? Wat nou? Hij neemt af en toe een hapje blad uit het vuistje. Hij speelt pakkertje met konijn, die altijd wint. En als het donker wordt, dan gaat hij naar zijn lievelingsboom om lekker te slapen. Maar het lukt vandaag niet. Fred kan niet slapen. Wat lig je toch te draaien, zegt Uil. Ik word er scheel van. Ik weet ook niet wat het is, zegt Fred. Zelfs duimen helpt niet en de maan schijnt zo fel. Kun je me niet een verhaaltje vertellen? Nee? Zegt Auw, ik ken geen verhaaltje, behalve iets over muizen. Maar dat is niet zo'n leuk verhaaltje. Waarom ga je niet naar Anton de Boswachter? Die kan je voorlezen, uit een boek. Ja, maar, zegt Fred, ik ben een beetje bang voor Anton. Iedereen is een beetje bang voor Anton, zegt Auw. Maar misschien valt hij vandaag wel mee. Ja, wie weet, zegt Fred. Of misschien valt hij wel tegen, zegt Auw nog. Maar Fred is al weg. Daar is de boshut. En zo te zien is Anton thuis. Ik ga eerst maar eens door het raam kijken om te zien wat hij aan het doen is.